Hi Maagd, leuk je kijken in de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 12. En dat is van maandag 20 maart tot en met zondag 26 maart. Dus een kaartenschud om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het alsof deze week een week is, Maagd, waarin je even wat tijd voor jezelf nodig hebt. Het lijkt gewoon een beetje alsof er allerlei dingen opstapelen en daardoor weet je misschien niet helemaal meer waar je moet beginnen. Je hebt het idee niet helemaal gezien te worden, niet helemaal gehoord te worden en dat maakt het natuurlijk niet makkelijker om in een bepaalde actie te komen. Toch heb ik het idee dat het vooral even in het begin van de week is en dat het eigenlijk later dat je ineens denkt, oh ja, als ik daar begin, gaat het eigenlijk ineens een stuk sneller. En dat gebeurt nu helemaal soms gewoon. Hè? Dat is niet iets waar je altijd maar iets aan kan doen, want soms ja, moeten dingen toch verwerkt worden, wil je er iets mee kunnen doen. En ik heb eigenlijk het idee op het moment dat je die tijd daar toch voor genomen hebt, dat je ineens zult merken van, er is eigenlijk toch nog wel veel meer dan ik dacht. En ik word er misschien stiekem toch ook wel weer heel erg blij van. Waarom heb ik het op die manier gedaan? Of waarom heb ik de tijd niet eerder genomen? En deze week lijken dus echt wat puzzelstukjes bij elkaar te gaan leggen. En dat geeft weer een stukje waarbij je echt vol energie naar de toekomst kan en wil gaan kijken. Dit is alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan hebt gevonden. En ik wens je sowieso een super fijne week.